van deze kant nog kijken. En nu zou je zo vaak denken, ja zo vaak denken, denk ik maar zo vaak. Allemaal een heel hard applaus voor alle vrijwilligers. En ook de organisatie Scoop Welzijn in dit geval hartelijk te bedanken. Maar ook de sponsoren die dit mede mogelijk gemaakt hebben. Dit alles, en u mag zo klappen, echt waar. Dit alles in het belang van onze jeugd. Die buitengewoon veel leren. Die buitengewoon veel plezier hebben. En die met spannende verhalen het schooljaar weer in kunnen gaan voor fantastische resultaten. Het resultaat van de bouwwerken toont aan dat zij al heel erg veel kunnen. Dat zij bijgeleerd hebben over veiligheid en dat ze ongelooflijk creatief zijn. Om samen te gaan naar het grootste Twente Maisdoolhof in Vleringen. Jullie vakantie eigenlijk nog een beetje verlengd wordt. Om nog in de nabijheid van jullie originele hut te gebruiken. Ook aan jullie even omdraaien voor de foto. Nou, ik vind het bijzonder om prijzen uit te reiken aan kinderen die hier gedurende hun zomervakantie meerdere dagen en sommigen wel weken gewerkt hebben aan hun woning, hun hut. In dit jaar het thema boerderij. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om enthousiaste kinderen van een prijsje te mogen voorzien. Wat ik het leuke vind van Huttenland en wat deze editie ook echt aantoont, want we hebben vele jaren gehad aan de Vele Landen. Nu is het hier aan de Bonnebroekse straat dat de plek in Almelo niet bepalend is. En ik hoop dat men steeds op zoek gaat naar een andere plek. En dan is het zo dat de ene keer het ene kind iets verder moet lopen of fietsen en de andere keer het andere kind. Maar het toont aan, door de belangstelling en de prachtige bouwwerken, dat de plek niet bepalend is, maar het enthousiasme van de kinderen, het enthousiasme van de vrijwilligers en natuurlijk de buitengewoon goede organisatie van SCOP. Ja, het wordt wel afgebroken. Er wordt een klein deel verbrand. Omdat dat toch wel een mooie, spectaculaire afsluiting is. Maar het grootste gedeelte van het hout wordt hergebruikt op verschillende manieren. Dus wat dat betreft niet door de toekomstige bouwen van dit perceel. Maar het hout wordt wel hergebruikt. Dus wel duurzaam en milieuvriendelijk. Een jaar of 4 geleden al heb ik dit bootje gebouwd. Dit bootje ligt hier achter, of is dit het bootje met het gele dek? Nee, dat is het bootje van mijn maatje. Dat is Ron Hubrechtsen. Ja. Die heeft in navolging van mijn bouw het jaar erop ook een nieuwe lark gebouwd. Voor ons is het hoogtepunt de sneekweek. Wat eigenlijk altijd de rivaliteit is tussen de Twentenaren en de Friezen. En dat is elk jaar weer spanning en spel. Ze komen hier toch wel graag, hè, die Friezen? Ja, we hebben ze voor 3 jaar geleden, toen hebben we gezegd van kom nou ook eens een keer bij ons. Maar ja, is het bij jullie water dan? Dat was eigenlijk, ik zei, dat zie je dan wel weer. We hebben een hele mooie, lange waterplas. En dat is natuurlijk het Twente Rijnkanaal. Ja. Ze zijn 1 keer geweest en het was zo gezellig. En ik hoef niet meer te vragen. Ze komen elk jaar in september met een bootje of 10, 12 hier om het wedstrijdje te zeilen. Dan gaat het om de Heijn-Vorskamp-prijs. Ja. Maar Heijn is eigenlijk ook nog een oud sneekweekkampioen van 1958. En ter ere daarvan hebben we deze bokaal in werking gesteld. Henk Jan Reeswink. Ron Rubrechtse. Ik heb de trailerlier, laten we zeggen, voor dit bootje heb ik dus ontwikkeld. Heel belangrijk, omdat het een bootje met een kiel is die je anders zonder kraan niet in het water kunt krijgen. Als je van een kraan afhankelijk bent, nauwelijks vaarwater kunt vinden. En we nu, als we willen varen, gewoon naar het water gaan en 5 minuten later het bootje in het water ligt. Ja. En 3 minuten later ligt hij weer op de trailer. Ja, want dat is wel jammer. Er is hier niet een helling eigenlijk. Almelo kent helemaal geen helling. Nee. Zelfs niet eens voor... Helaas dat de gemeente niet een keer... de gedachte heeft om hier voor de watersport een helling te maken. Zodat iedereen die ook geen lid is van een vereniging toch een keer een bootje te water kan laten. Dat zou heel mooi zijn. Misschien is een plekje daarnaast de vereniging De Brug. Zou een ideale plek zijn om een bootje te water te kunnen laten. Ja. San Quentin, I hate every inch of you. Goedemorgen, Paul. Morgen, welkom in Huis van Bewaring. Goedemorgen. Kan ik een nachtje in de cel doorbrengen? Ik ga even kijken of ik beschikbaarheid heb. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. We waren voorgedragen. En u bent dus voorgedragen voor de prijs van het Nationaal Restauratiefonds. Maar waar hebt u dat nou aan te danken? Aan de herbestemming van een rijksmonument. Dat we het zelf helemaal gerenoveerd hebben. En ook nog eens een hele mooie zaak in opgebouwd hebben. En dat spreekt toch van heel veel doorzettingsvermogen. En daar was die prijs ook voor. Voor het doorzettingsvermogen, nou dat is ook inderdaad waar. Want hoe lang had het gebouw leeggestaan voor u daar aan begon? Voordat wij het kochten had het gebouw 12 jaar leeggestaan. In 2004 hebben we het gekocht. Toen hebben we eerst het kopstuk gekocht en daar ons woonhuis in gemaakt. En daarna hadden we zoveel ruimte over dat we dachten, ja wat doen we ermee? En toen kwam het idee om een bed and breakfast te beginnen. En in oktober 2006 was het eerste kamertje klaar. En 3-4 maanden later de tweede. En zo opgebouwd tot wat het nu is. We hebben nu 21 kamers. 21 kamers, hè? Maar een aannemer erbij, hè? Met hoeveel mensen is dat eigenlijk gebeurd? Nou, er was geen aannemer bij. We hebben het kopstuk echt met z'n tweetjes gedaan. En bij het cellenblok en de cipierswoning hebben we wel wat hulp gehad. Maar heel veel, bijna alles zelf gedaan. Ja. We hebben heel veel vaste zakelijke klanten, internationaal. Ook mensen voor langere verblijfsduur. En ook vaste klanten, bedrijven in Almelo hier, die gewoon vast bij ons boeken. Maar het is ook wel een keer gebeurd dat de voormalige directeur, adjunct-directeur die hier destijds gewerkt heeft, dat die hier ook overnacht heeft. En zelfs nog eens een keer een ex-gedetineerde. En die wist precies te vertellen van, kijk daar, dat is mijn kamertje. Wij staan hier nu weer op dezelfde plek als we de vorige keer ook stonden. En we hebben nu beloofd dat we de markt zullen laten zien. Dat is, hebben we het ons heel erg moeilijk meegemaakt, want het is haast niet meer te herkennen. Gelukkig hebben we meneer Frits Berghoff vrij gevonden om mee te gaan, want die weet nog een beetje hoe het vroeger was. En bovendien trouwde mijn vrouw, die weet het ook nog wel heel goed, want die ging vroeger altijd met haar moeder hier naar de markt. Van Ouds de Prins, het vermaarde hotel. En hier links naast Van Ouds de Prins, op de hoek, zat de kapperszaak van Kapper Drost. Maar Van Ouds de Prins lag toch een net verder terug als deze gevels? Verder terug, maar het sloot wel, ja, wel als deze gevels. Ja, ja, het sloot heel eind verder terug. Die Wierdensestraat die daar doorliep, hè? En de Wierdensestraat die doorliep. Ja. Maar het grensde weer aan de panden van Kapper Drost. En naast de panden van Kapper Drost had je een groot, ja, zeg maar een soort pakhuis. En dat is volgens mij later het gebogen worden van de meubelzaak van Geertes. Oh, ja. Die had de toonzalen. Ja, dat klopt. Maar Geertes, dat was een enorm grote meubelzaak. Dat was dat was meer dan alleen maar een pakhuis. Dat was meer dan een pakhuis, want de meubelzaken zeg maar, in de Almelo en de omgeving, die stuurden hun klanten gewoon door om dus hier in die toonzalen de meubeltjes uit te zoeken. Ja, dat was eigenlijk een grossier in meubels. Volgens mij hadden ze ook een meubelfabriek, hè? Ja, ja. Heb ik zoiets, ze hadden een meubelfabriek ergens. Ze maakten ook zelf meubels. Ja, ze maakten ook zelf meubels. En ze hebben ook aan de Amstraat gezeten. Dat zou ook kunnen. Als we dus verder komen van Geertes af, dan kregen we het grote gebouw van de ijzerwarenzaak van Tenhoven. Tenhoven. Ja. Maar dat was alweer daar verder achter. Iets verderop. Nou, niet zo heel veel verder hoor. Ja, maar je herkent het haast niet. Dit stuk is ook weer naar voren gebouwd, hè? Ja. En was vroeger stond dat een eind terug. Ja. Want er zat ook nog ergens een opening tussen waar je weer dus naar de panden van de Grote Straat kon. Ja. Even zoals je dat verderop ook had. Maar niet om het een of het ander, maar deze opening, was dat ook niet voor Geertes om achter de zaak te kunnen komen? Ik denk het haast wel. Ja. Ik denk het haast wel, want ik denk als je hier doorkijkt, dat je dus weer bij de panden komt van de Grote Straat. Ja. En dat klopt dus ook. Zit achter de Grote Straat? Ja. Je komt hier ongeveer bij de panden uit van vroeger van Ben Westlink en Jan Peesie. Ja. Oh ja. Zie je nou? Ja, was inderdaad daar links was daar Geertes. Ja. En dit gebouw, dit ronde gebouw, dat is later naar voren gebouwd. Dit is later als dat is later nog weer gebeurd. Dat vind ik eigenlijk doodjammer dat ze zomaar in één keer een hap van die plein afhalen. Ja, maar dat is zo'n gril van zo'n architect die denkt van we moeten er toch een beetje speling in brengen in een marktplein. Ja, maar en dat werd dan op hun manier te groot, dat marktplein. Dat werd op hun manier te groot. Ja, maar het is nou wel heel erg verknipt. Ja. Ook met die McDonald's erbij. Als we dus hier zo naar het plein kijken, kan ik me ook nog herinneren in de 60 of 70 jaren dat het tijdelijk het VVV heeft gezeten. Hier is het VVV gezeten? Ja, tijdelijk een volgens mij was er ook nog 2 verdiepingen, ook een noodgebouw. Iets verder terug, daar zat ongeveer het Geertes, hè? Geertes zat dus wat verder terug. Geertes is trouwens later ook nog een eentje vooruit gebouwd, hè? Ja, dat hebben we ook nog gehad in de 60, 70 jaren. Ja. En naast Tenhoven hadden we dus een pand met een spits dak. En daar heeft heel lang een bandencentrum in gezeten. En dat was volgens mij, vroeger was het bodenhuis. Dat bandencentrum, dat is waar nu dat Deli-France zit, hè? Deli-France ongeveer, ja. En maar de eigenaar was de boer. Daar heb ik nog mee achter tafel gezeten over hoe dat worden moest. Ja. Maar dat is precies hetzelfde gebleven. Nou, ja, dat is wel verbouwd, maar het is toch wel op dezelfde hoogte, zeg maar, van de... En was daar vroeger dan ook een doorgang? Nee, daar hebben we die winkeltjes van Wimpy. Ja, maar daarvoor? Ja, nee, daarvoor niet. Want je kijkt nou dus die passage, kijk je tegen een oude bibliotheek aan. Volgens mij stond er nog een dikke boom of zo. Ja, er stond nog een hele grote boom. Ja, een hele grote boom stond daar. Ja. En daar links? En links hiervan, daar hadden we dus een ander groot pakhuis. En dat was volgens mij het pakhuis van Rozeman en Weiler. Rozeman en Weiler. Volgens mij herinner ik me, een groothandel in levensmiddelen. Ja. En kijken we nog iets verder, dus een beetje in de richting van Willemstra. Daar zat fotograaf Lucht. En iedere rechtgeaarde kent fotograaf Lucht. Ja. Die op de Grote Straat Zuid was, staat een broer van hem. Dat zou ik niet weten. En dit hoekpand, dat was ongeveer hetzelfde als wat er links naast zit. En dat hebben ze afgebroken en hebben ze dit weer neergezet. En voor mijn gevoel hadden ze net zo goed laten kunnen staan, die gevels. Is dit afgebroken geweest? Ja, dit is afgebroken. Dit was toch zo'n hele oude, was dat geen meubelstoffering of iets met... Ja, met stoffen en zoiets dergelijks. Dat heeft hij ingezeten. Ja. Naam is me even ontschoten. Ja, Porsma heeft er Maar het is eeuwig zonde dus dat het oude gebouw weg is gehaald. Want ik bedoel, de eenheid is er nou een beetje uit. Ja, vind ik ook. Ja. Dat is wel bewaard gebleven. Ja. Dat is wel heel erg mooi. En links naast Krokus Eetcafé had je de ingang van de Bakenstraat. De Bakenstraat. Ja. En dit waren gewone huizen, zeg maar. Herenhuizen. Herenhuizen, ja, dat zie je wel. En schuin links van dus de Bakenstraat, waar nou de ANWB is, had je nog een of 2 panden die zo schuin op de hoek stonden. Ja. En waar weer links daarvan af, had je weer het uitzicht dus op de haven en op het kanaal. Ja. de een of de ander trouwens, maar ik zou maar niet verder lopen, want dan plomp je de haven in. We staan hier net zo'n beetje op de rand van de haven. Inderdaad, het was ongeveer de rand van de haven. Ja. En ik kan me nog herinneren, als het vroeger dus gesneeuwd had en het was heel erg glad, dan brak je zwart je nek. Ja, ja. En wat doodjammer is eigenlijk, want op een gegeven moment hebben ze gezegd van, je kunt veel te ver die kant uitkijken. En als je hier op de markt stond en het had gevroren en er lagen hier die schepen in de haven en er lag de ijs op het water en daar kon je prachtig mooi heel ver weg kijken, zag je helemaal tot buiten Almelo kon je kijken. En, en dat moest afgesloten worden, dat was meer stads. Ja, eerst tot aan de brug bij Vermeulen. Ja. Alleen de ene schoorsteen is nog blijven staan en dat is het enigste herinneringsteken dus aan dit watergebied. Ja. Die lag hier dus. En die ging hier en dan ging die daar langs terug. Ja, hij ging... Die haven, waar wij nu staan, daar staan we op de rand. En dat hij tot in die boog liep. Ja. En dan liep hij zo schuin weg richting Uniek Uitzendbureau. Daar waren die blauwe vlaggen hangen. En dan ging die, even kijken, ook weer een beetje schuin die kant op. Ja, ging die schuin weer terug. En dan had je achter... De ANWB, een heel eind terug, daar zat het, wat jij zegt. Volgens mij was het toch meer in deze richting dat die landbouwbank zat. Ja, maar daar kun je haast niet voorstellen, maar dit gedeelte van de markt, dat was er vroeger niet. Dat was vroeger het gedeelte markt toch? Ja, maar hier, hier zaten de vervoerders, hè? Met de karren en de vrachtauto's. De vrachtauto, maar het was toch geen marktgedeelte? Vroeger, dit hebben ze later gemaakt. Hè. Nou, je kunt eigenlijk aan de Bierdensestraat kun je nog een beetje zien, maar je had die Bierdenstraat. Ja, dat klopt. Ja, de Bierdenstraat liep door en dan had je aan deze kant had je ook nog een stuk markt. Ja, en dan weet jij wel, was daar wat... Groentemarkt. Of vismarkt. Ja, ik dacht meer de vismarkt aan deze kant. Dat kan ook wel zijn. Maar volgens mij, ja, kijk maar dit stuk, dat was haven. Dat was allemaal haven. Ja. Dus wat ik net zei, loopt nog een eindje verder door. Want die markt aan deze kant was niet zo groot. Ja, het probleem is, je hebt weinig herkenningspunten in de Wierdensestraat, daar kun je nog een beetje aan afmeten. Ja, daar kun je nog aan zien, Volgens mij staan we hier weer ongeveer op de rand van de haven. Ja. Want dat stukje was daar nog markt en dan ging de markt daar ook zo'n beetje omheen, hè? Ja. Die kant uit nog. Kant ook. Ja. Ja. En aan die kant van het water ging de markt ook nog. Dit was meer de vismarkt volgens mij. Ja, dat herinner ik me er ook van, En dan had je dus hier aan het begin dus van dit gedeelte, van deze kant van de markt, stond altijd een fruitkraam. En een grote soort bus was het. Van, we zeiden vroeger in onze jeugd altijd van Ako-Jantje. Die verkocht later dus ook patat. Ja, nou je bus zegt, nou weet ik het weer, Ja, die stond aan de Wierdensestraat in feite. Ja. Ja. En wat ik me ook heel vaag kan herinneren, dus in de 50 jaar geweest, dat er hier overstroming is geweest. Dat men hier over de markt geulen heeft gegraven om het water af te voeren. Oh ja, dat weet ik niet. Nee, maar hij woonde hier in de buurt. Ja, hij woonde hier vlakbij. Ja. Maar dat de boeren, daar hadden we het net over, hè? Dat is ook, is daar niet een bom op gevallen of iets dergelijks? Het heeft volgens mij in brand gestaan. Of in brand gestaan, ja. En want uiteindelijk alleen dus de benedenverdieping is blijven staan. Maar zo'n platgeval was het, hè? Ja, dat is waar nou de globe zit. Waar nou de globe. Het is weer jammer dat zo'n dingetje van McDonald's erop staat. Ja, ik heb niks tegen McDonald's, maar het maakt de hele markt. Ja, de boer die lag precies in het verlengde eigenlijk van de bank. Ja. En maar het is haast niet meer voor te stellen. Er is zoveel veranderd en stuk gemaakt. Ja, ook dat uiteindelijk is het een mooi gebouw wat hier staat, maar het is één grote mislukking. Ja. Dit soort gebouwen vind je in iedere stad, ieder dorp. Ja, en dan was hier alles onder water, zei je? Ja, met de grote overstroming. Ik dacht dat het in 48 stond het allemaal onder water. En toen heeft men een afvoer gegraven, hier dwars overheen, naar de andere kant, zeg maar richting Lolé. Om dus een ander punt te vinden om het water op te lozen. Ja, dat was in 47 denk ik. Kan ook zijn, maar op de Wierdensestraat, ik heb er wel foto's van, die stond ook onder water. Ja, er stond heel Almelo zo'n beetje onder water in die tijd toch, volgens mij. Ja, behalve het stukje waar ik al gezeten heb. Bij de kerk, er stond ook allemaal onder water. Ja. Ja, en waar wij wonen was het ook droog. Ja, bij ons was het ook droog. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. Looking for another you. Just looking for another you. Another you. Just looking for another you. You. For another you. I don't know any other way to show it's not getting any better. I think we both know that there's something wrong. We keep holding on to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Looking for another you. I'm just looking for another. I'm just looking for another you. I'm just looking for another. I'm just looking for another you. Looking for another. I'm just looking for another you. For another you.